Misschien heel koud daar buiten, maar het belangrijkste is uiteindelijk wat je voelt in jezelf. Klein Ingeborg momentje met z'n allen, want we doen van Tens 500 op Energy de 500 beste songs van de voorbije 8 jaar door jou gekozen. Straks om 12 uur beginnen we er weer aan, nummer 300 midden in die week. Hier al een voorprogramma in de ochtend, gaan we altijd op onderzoek wat die Tens nu betekent hebben in bepaalde trends. Films en series, uiteraard superbelangrijk voor ons, voor de Tens. Goedemorgen, filmkenner Britt Valkenborg. Goedemorgen. Ja, intussen heb je een koffie binnen. Ik ben wakker. Ja, je bent wakker geworden. Ja, films, series in de Tens. Ik denk meteen Netflix, Netflix, Netflix. Onder andere, de laatste 10 jaar zijn eigenlijk... Ik vergelijk het heel vaak met de tijd in de jaren 50 dat Hollywood het heel goed deed. En dan... dat die tijd voorbij was, omdat de televisie er plots aankwam en mensen gingen er zo vaak naar de cinema. En de cinema heeft zich opnieuw moeten uitvinden. Wat is er toen gebeurd? Ze zijn op de prop gekomen met kleurencinema. Dat is eigenlijk een tegenreactie tegen de televisie toen. En ik weet dat heel veel mensen nu kunnen klagen over de filmindustrie en we hebben het zo slecht en het is zo moeilijk. Maar ik vind het zelf een super interessante tijd om in te leven, net omdat de grote, dominante... Spelers worden helemaal onderuit gehaald en dat wil meestal zeggen dat er iets nieuws op ons pad komt en dat de anderen gewoon harder moeten innoveren. Ja, dat de markt wat door elkaar geschud wordt. Hè? Want ja, Netflix, dan denk ik bijvoorbeeld aan Casa de Papel, ook series, niet alleen films. Dit muziekje, je hoort het weer allemaal terugkomen. Hè? Ik heb dat echt op 1 week uitgekeken. Berlin! Ja, ik zelfs op 3 dagen. 20 afleveringen op 3 dagen, is er wat over. Of we denken aan, als we over de filmindustrie hebben, aan Jurassic Park, Jurassic World, dat soort films. Maar Netflix, wat dat wel doet, is heel die filmindustrie door elkaar schudden, zoals je zegt. Wat verwacht je dan hoe dat nog gaat evolueren? Amai, ja, dat is heel moeilijk te voorspellen, hè, want zelfs in 2007 had niemand door wat er ging gebeuren. Dus in 2007 ging de dvd-industrie gewoon een groot dal in. Iedereen begon te downloaden. Niemand kocht nog dvd's. Netflix toen was eigenlijk een soort van verhuurfirma in de States. Die sturen dvd's met de post op. En dus in 2007 zijn die aandelen gewoon gekelderd. Omdat mensen zoiets hadden van, dat gaat niet blijven duren. Online, digital, bla bla bla. Ik zet een beetje wat Narcos op, hè? Ook. Ja, doe maar. Ja, okay. Dat schept wat sfeer. Dus Netflix bestond al, ja, dat wist ik echt niet. En dus eigenlijk, de reden waarom ze vandaag zo groot zijn, is omdat ze toen in de problemen zaten. En ze hebben daar een manier op gevonden om daarmee om te gaan. En dat was alle data van de mensen die ze toen al hadden, hebben ze gebruikt. En de combinatie data en ideeën, dat wil gewoon zeggen world dominance. Allee, dat is echt gewoon ongelooflijk wat die de voorbije 10 jaar hebben gepresteerd. En omdat Netflix zo sterk geworden is en omdat zoveel mensen nu Netflix kijken, wil het zeggen dat Hollywood het helemaal niet zo goed doet. Nee. Enkel nog op zeker speelt. En waarschijnlijk dat in de toekomst er enkel in de cinema nog maar technische snufjes zullen zijn. De Jurassic Park 100 misschien, alleen in de toekomst. Ze blijven maar sequels maken. Comicboekverfilmingen, boekverfilmingen. Je moet eens naar de cinema gaan vandaag en eens proberen raden welke film nog een original is. En ik durf eigenlijk wedden dat er geen enkele original film nog in de bioscoop zal zijn. Want zelfs Beautiful Boy van Felix van Groeningen is een boekverfilming. Ja, 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 dus dat is hoort ook bij geen original films meer. En dus dat wil zeggen dat de enige riskante keuzes op Netflix zullen gemaakt worden of op andere streamingplatformen, welke kant we ook uitgaan. Hè? Dan is dit epische Star Wars tuentje wel een goed moment. Toepasselijk. De toekomst is aan Netflix. En ook wel de cinema. Ik ben persoonlijk zo'n liefhebber van de cinema, maar ik vind gewoon, het is nu vandaag gewoon opnieuw het moment om de cinema terug heruit te vinden en te weten waarom mensen eigenlijk naar de bioscoop gaan. En dat is meestal de ervaring en vooral de technische snufjes. En bijvoorbeeld de nieuwe Star Wars of de nieuwe Jurassic World. Ik ben dat wel beu na een tijdje, maar uiteindelijk was het daar technisch, visueel presteren, dat komt gewoon niet tot zijn recht. In en wie weet, huiskamer, kruipt dus Hollywood uit het dal en wordt het nog een pittige strijd. Ja, er stond deze week in de krant dat Paramount, een van de grote Hollywood studios, nu een contractdeal heeft getekend met Netflix. Dus zij gaan exclusief produceren voor Netflix. Dus dat is echt een stap in een speciale richting die we nu aan het uitgaan zijn. Interesting film times in the Tens. Ja, absoluut.